Na ons uitstapje van 2 maanden terug bij de Game Gallery wordt het vandaag weer tijd voor onze volgende video in het geschiedenisavontuur van de attracties in de Efteling. In deze video gaan we kijken naar misschien wel een van mijn minst favoriete attracties, maar die hoort er ook bij. We gaan kijken naar de attractie achter me. We gaan kijken bij de Halve Maan. Hey, hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Michelle en vandaag ga ik jullie weer heel veel vertellen over een nieuwe attractie. Ik ga jullie vandaag heel veel vertellen over de Halve Maan. En laten we beginnen met wat algemene feitjes. De Halve Maan is een schipsgommel van Intamin. Het bevindt zich in het Ruigrijk. Het is geopend op 12 april 1982 en ontworpen door Ton van de Ven. De prijs van de bouw van het schipsgommel van de Halve Maan was 3 miljoen gulden. En het is de grootste schipsgommel van Europa. Hij is 20 meter hoog, 27 meter lang en bereikt een topsnelheid van 54 km per uur. De schommel zelf bestaat uit 14 banken en heeft ermee plaats voor 85 personen. Feitjes, maar wat zien we eigenlijk bij de Halve Maan? Het is een kleine attractie, dus we zien niet zo heel veel, maar wel wat kleine dingen. En we beginnen bij de wachtrij, een mooie houten wachtrij, die aan het eind is opgesplitst in 2 delen. 1 voor de mensen die in het midden willen zitten en 1 voor de mensen die in de punt willen zitten. Verder zien we de gevelrij achter de Halve Maan, met erin verschillende huisjes en geveltjes waarop we het volgende zien. We beginnen helemaal links, daar zien we Taverne de Oude Liefde. Een huisje waar we 's nachts als het donker is een rood lampje zien branden. Tof detail wat het idee geeft dat het een soort bordeel zou moeten zijn. Het tweede huisje wat we zien, die is wat smaller en daar zien we een takel. Verder zien we er weinig op en doet het ook weinig dienst. Maar daarnaast staat een wat bredere gevel. Hier zien we wat ramen in en vroeger werd vanaf achter deze ramen werd de attractie bestuurd. En in de zomer kwam hier entertainment naar buiten voor een zeemansact. Lijkt mij heel tof. Daarna zien we een huisje met een klokgevel. De huis Duinder Visser, wat we terugvinden ook op de Leidse straat in Amsterdam, waar het waarschijnlijk op geïnspireerd is. Ook zien we daar een bordje op, wat verwijst naar een soort scheepsruur van Kees Jolleman. Een jol, dat is een soort bootje. En een jolleman, dat is een oud woord voor iemand die diensten doet met een bootje. Toffe verwijzing, denk ik. Als laatste zien we nog een gevel met erop een verwijzing met een bordje met het jaartal 1570. En achter deze gevels, dat zien we niet, maar er zit de techniek verstopt en dat wordt ook gebruikt als opslagruimte. Ten slotte, we vinden op het dak van de gevels vinden we nog een windwijzer in de vorm van een driemaster, wat natuurlijk een leuke verwijzing is naar de boot. Het systeem hoe de Halve Maan werkt is in principe heel simpel. Hij wordt aangedreven door 2 zware motoren en die draaien 2 vrachtwagenwielen aan die onder de boot zitten. Op het moment dat de boot deze passeert wordt de snelheid gemeten door een sensor. En die sensor die geeft weer aan dat de Halve Maan hoe hard die gaat. En op basis hiervan worden de wielen de andere kant op gedraaid op het moment dat de boot van de wielen afgaat. Hierdoor wordt het maximale snelheid bereikt en merken wij zo min mogelijk van het punt waarop de Halve Maan wordt versneld. Heel tof systeem, heel mooi, werkt heel goed, alleen ook wel de oorzaak van heel veel storingen die we de laatste tijd gezien hebben. Dan gaan we eens even kijken naar de geschiedenis. En daar is best wel wat gebeurd, maar ook weer niet heel veel. Na de bouw van de Python in 1981 wilde de Efteling flink doorpakken en goed uitbreiden. Er waren meerdere plannen voor onder andere de Halve Maan, de Fata Morgana en de Piranha. In eerste instantie wilde de Efteling gaan voor een Rapid River, alleen deze die kwam uiteindelijk in Amerika terecht. Het bestuur van de Efteling is toen gaan kijken en besloten dat ze dit zeker wilden doen, alleen dit wilden ze goed aanpakken en hier wilden ze ontwerper Ton van de Ven ruimschoots de tijd voor geven. Om deze reden werd de attractie een jaar uitgesteld,
Voor de oplettende kijkers, die kunnen dus wel ongeveer uitrekenen wat mijn volgende video wordt in december. Ik heb er nu al zin in om in december de Piranha in te gaan. Wordt top. Maar goed, die werd uitgesteld zodat Tom van der Ven ruimschoots de tijd had om hier een echt goed mooi uitgepakte, flink aangeklede attractie van te maken. Maar de Efteling wilde wel ieder jaar een nieuwe attractie plaatsen op dat moment, omdat ze in de publiciteit wilden blijven. Daarom werd gekozen voor een attractie die ze zo uit de catalogus konden halen en dat werd de Halve Maan. Een standaard schommelschip van Intamin, maar wel moest deze ook gewoon echt iets toevoegen. Het was een attractie die ze konden kiezen omdat die makkelijk te plaatsen was, simpel en het was geen enorm storend beeld. Maar zoals ik zei, wilden ze het wel flink uitpakken en kozen ze dus om de gevelrij wel te decoreren en om het grootste schipschommel ter wereld te plaatsen. Heel indrukwekkend en dat heeft ook even zo geduurd. Uiteindelijk werd half januari 1982 gestart met de bouw. Het ontwerp van de gevels was gebaseerd op een typisch Anton Pieckse stijl. Iets waar de Efteling nu al bekend staat. Maar toen was dat de eerste gevelrij in het park die in deze stijl te vinden was. En dat heeft lang geduurd tot aan de bouw van het Efteling Theater. Het ontwerp van het schip, dat was niet zo moeilijk. Dit is puur van Intamin. Er is alleen een Eftelings bordje op de achterkant geplaatst. De gevels, die waren wat uitgebreider. Dit is ontworpen door Ton van der Ven. En in eerste instantie was het idee om twee grote pakhuizen aan de zijkanten te plaatsen. En een klokgevel in de top, of een grote klok in ieder geval. De twee pakhuizen, die zijn uiteindelijk wegbezuinigd. En die klok, die is uiteindelijk nooit meer uitgewerkt. Erg jammer, was misschien nog best een mooie aankleding geweest. In eerste instantie was het de bedoeling dat de bezoekers aan de voorkant zouden instappen, aan de kant waar nu de uitgang is, en dat ze in de gevelrij zouden uitstappen. Dan zouden ze een bochtje naar rechts maken om vervolgens via een paardje weer terug te komen bij de ingang. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan en zijn ze uitgekomen op de manier zoals we het nu eigenlijk zien. Rondom de bouw is er nog heel even een protestactie geweest van een milieuvereniging rondom de overtreding van de hinderwetvergunning. Deze was aanzienlijk minder heftig dan bij de bouw van de Python. Uiteindelijk is er een medewerker van de Efteling die is met deze mensen gaan praten, heeft uitgelegd waarom ze de Halve Maan wilden bouwen en uiteindelijk zijn ze eruit gekomen. Hiervoor heeft de Efteling wel moeten afspreken dat ze de geluidsoverlast zoveel mogelijk zouden beperken en dat ze toekomstige uitbreidingen van tevoren, ruim van tevoren, zouden melden. Lijkt mij op zich een prima deal, zeker in die tijd. En ze moesten wel, want de Halve Maan die moest er echt komen, want ze wilden echt geen jaar hebben zonder attractie. Dus ze moesten alles op alles zetten om het voor elkaar te krijgen dat die gebouwd kon worden. De Halve Maan is uiteindelijk geopend vanaf het paasweekend in 1982. Vermoedelijk is de officieuze opening geweest op 8 april, op Witte Donderdag, wat ook de opening was van het pretparkseizoen in dat jaar. Maar de officiële opening was op 12 april, onder begeleiding van een toneelstuk van Martin Brosius, en destijds best een bekend acteur die we bijvoorbeeld ook kennen van Peter en de Vliegende Autobus. Na de opening zijn er nog een paar kleine dingetjes veranderd. In 2010 is de wachtrij opgesplitst naar de vorm zoals we hem nu kennen. En in 2015 is het plein voor de Halve Maan een beetje aangepast. En hebben ze het strand aangelegd wat we daar nu nog steeds zien. Op de eerste zomerse dagen van dit jaar maken alweer velen een tochtje met de gondoletta of met de Python. De grote achtbaan in de Efteling bij Kaatsheuvel. Enige tijd geleden is daar nu het zeilschip de Halve Maan bijgekomen. Dat tijdens barre weersomstandigheden op zeerovers werd heroverd. Het slechte weer verhinderde de geuzen niet het schip te bestormen en de zeerovers gevangen te nemen. Met als voornaamste onder hen de kaperkapitein Krakenpit, in wie men Martin Renjerot Brosius kan herkennen. Hierna begon de Halve Maan aan zijn eerste reis, waarbij de passagiers hoge zeeën moesten trotseren. Dit gloednieuwe schip, een soort luchtschommel, wordt voortgestuurd door twee zware motoren die vier vrachtwagenwielen aandrijven. Al na vier zwaaien bereikt de Halve Maan een golfhoogte van zo'n 25 meter. En dan gaat men zo nog 12 keer heen en weer. Een tocht met het schip kan pas beginnen als alle veiligheidsbeugels gesloten zijn. We
deugel sluiten. Het schip biedt plaats aan 85 passagiers en de beste stuurlui staan aan wal. Ja, daar gaat weer. Hou je vast. Bij de maximale slingersnelheid van 60 km per uur krijgen de passagiers hetzelfde gevoel als tijdens een scherpe daling of bij snel optrekken van een straalvliegtuig. De mensen op de voor- en achterplecht maken op het hoogste punt een hoek van wel 70 graden en beleven bij het omkeren even een moment van gewichtloosheid. Deze grootste luchtschommel van de wereld, 27 meter lang, 20 meter hoog en met een eigen gewicht van 22 ton, is een unieke aanwinst van de Efteling, dat ook dit jaar weer in de dagrecreatie een belangrijke plaats zal krijgen. Dan gaan we natuurlijk ook nog even kijken naar wat leuke feitjes. Zo was de halve maan de eerste trailride in de Efteling die thematisch werd aangekleed. Het is het grootste schommelschip van Europa. En het was bij de opening, zoals ik eerder al vertelde, het grootste schommelschip ter wereld. 2 jaar later, na de bouw, in 1984, werd deze ingehaald door een schommelschip in Japan. Maar in 1988 kreeg de Efteling hier wel nog een plaatsje voor in het World Guinness Book of Records. Heel bijzonder, aangezien het toen dus al 4 jaar niet meer het grootste schommelschip ter wereld was. Verder is de halve maan vernoemd naar een schip dat echt heeft bestaan. En heeft de attractie 2 standen. Eentje voor droog weer en eentje voor nat weer. In het nat weer is er wat minder grip, dus heeft het schip meer slagen nodig om op de maximale hoogte te komen. En hierdoor krijgt hij dus een net iets aangepast programma. Ten slotte vinden we de halve maan ook nog een klein beetje terug in de media. Zo wordt hij gebruikt in Teun de Schipper op Sprookjes van de Efteling deel 10. En wordt hij gebruikt in de verhalen van kapitein Dubbelhoofd op het wonderlijke wc-web. Als laatste gaan we natuurlijk deze video nog even afsluiten met een ritje in de halve maan. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. Daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze video. Vond jij dit nou een leuke video? Druk dan even op dat duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren. En druk even op dat belletje. Dan krijg je een melding als ik een nieuwe video online zet. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug bij mijn volgende video. Tot de volgende keer. Toedeliokie.